meeste mensen en bijna iedereen kent Macro. Macro is de 6 huizen die we hebben. 2 in Wallonië, 2 in Brussel, 2 in Vlaanderen. En dat zijn de grote mastodonten. Tot bijna 24.000 vierkante meter, tot bijna 600 mensen die er werken. In die segment konden wij onmogelijk nog verder groeien. We hadden hier en daar al verbouwd, al zo groot, maar ook de wetgeving raadde het ons niet toe om dergelijke mastodonten te kunnen bouwen. Vandaar zochten we naar andere niches, naar andere segmenten om te kunnen groeien. Een belangrijke niche die eigenlijk niet ontwikkeld is of heel beperkt ontwikkeld is, is eigenlijk een cash-and-carry-formule naar professionele klanten. En dan hebben we het over horeca en dan hebben we het over traders, doorverkopers. En het geluk was dat wij een internationale groep zijn waar deze formule al uitgeprobeerd was en succesvol uitgeprobeerd was. Namelijk in Metro France. En eigenlijk zijn we daar de huur gaan ophalen. En zijn we gewoon gaan kijken van, hoe doen jullie dat? Mogen wij hier een aantal weken meevolgen? Wat is de succesformule? Welke zijn de punten waar we moeten op letten? Enzovoort. En x aantal jaar geleden, en ik spreek nu 7, 8 jaar geleden, zijn we eigenlijk opgestart met Metro Hasselt. De eerste kleine winkel, geen 24.000 vierkante meter, maar 5.000 vierkante meter. 80% food, 20% non-food, puur professioneel. Enkel, en daar zie je de koks lopen in een kokstenu van het restaurant. Daar komen restaurateurs, brasserieën, traiteurs enzovoort, komen daar hun materialen halen. B2B, business to business. En dat is voor ons iets helemaal nieuw. Dat geeft ook een nieuwe dimensie aan het bedrijf, nieuwe assortimenten enzovoort. Succesvol, want we hebben na de eerste, hebben we nu al 5 van die kleine metro's en diverse. En eigenlijk de planning is er om naar 14, 15 te gaan. Macro België staat op de kaart voor het succesvol uitbouwen van die niche. En heel veel collega's landen komen nu naar ons kijken hoe dat wij deze formule hebben kunnen opbouwen. Natuurlijk, wij hebben onze eigenheid. Heel het restauratie gebeuren in België. Wij eten allemaal heel graag. En dat speelt ook een rol. Maar op die manier is het 2 verschillende formules. Eindconsumenten die gaan naar de macro. Professionele klanten die gaan naar de metro.